De Gaasperdammerweg wordt verbreed. Onderdeel van het project is de bouw van de Gaasperdammertunnel. Een 3 kilometer lange landtunnel waar straks een groot park op wordt aangelegd. Het is alweer even geleden dat we een kijkje hebben genomen, dus hoogste tijd. Heeft u last van de werkzaamheden hier? Helemaal niet, mevrouw. Ze werken goed en ze werken rustig. Eigenlijk van de geluiden, ik heb geen last van. Wij zijn gewend hier. Ja, we bouwen hier de langste landtunnel van Nederland. Hij wordt 3 kilometer lang. Dat is een gigantisch project. We zijn ook heel druk bezig op alle fronten. Op hoogtijdagen werken hier 1000 man op de bouw om zo snel mogelijk die tunnel af te bouwen. We zijn op dit moment met name bezig met de ruwbouw, dus het beton wat je hier ziet. Als we die tunnel klaar hebben, de ruwbouw daarvan, dan gaan we naar binnen en dan gaan we de tunneltechnische installatie ophangen. In de toekomst zie je de weg niet meer, die zit in de tunnel en daarbovenop maken we een park 2 keer de oppervlakte van het volle park. Even terug in de tijd. In 1982 werd de Gaasperdammerweg geopend. De weg was oorspronkelijk bedoeld als lokale weg voor bewoners in de Bijlmer en zou zeker geen autosnelweg worden. De realiteit bleek anders en het werd al snel druk. Dit kwam mede doordat de A6 tussen de knooppunten Holendrecht en Muidenberg nooit is aangelegd en de ring A10 pas in 1990 klaar was. Tegenwoordig is de Gaasperdammerweg een soort tweede ringweg geworden. Wat vindt u ervan dat hier een tunnel komt en er bovenop een park? Ja, dat is hartstikke goed, want we zitten al in een groen gebied natuurlijk, tegen op koude aan. Maar dit is voor de mensen van deze buurt natuurlijk hartstikke goed. De buurt is saai, maar als komt een park, dan misschien veel mensen van andere buurt komt en ja, misschien kennis maken met andere mensen. Gaat u straks lekker in het park liggen? Ja, tuurlijk ja, tuurlijk ja. Ja, park altijd goed, iedereen. Niet van mij, iedereen. Kinderen ook allemaal. Ja. Zeker wel. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. En ook deze week hebben we weer een prijsvraag en die luidt... Hoeveel kilometer wordt de Gaasperdammertunnel? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En ook deze week maken we de winnaar blij met een foto uit de online beeldbank van het Stadsarchief. De winnaar van vorige week is Ali Boeha. Gefeliciteerd. Goed om te weten, vanwege de werkzaamheden aan de Gaasperdammertunnel zijn de Huntumdreef en de Meerkerkdreef afgesloten. Het verkeer moet voor de Huntumdreef en de Meerkerkdreef moet ze rekenen houden met omleidingsroute. Die omleidingsroute is via de Gooiseweg en de Muntbergweg. Verder is de parallelbaan afgesloten. Het verkeer rijdt nu weer gewoon hoog op de A9 met 2x3 rijstroken. De omleiding die geldt tot medio mei. Alle werkzaamheden zijn klaar in 2021. Dan ligt er een park op de tunnel. Het verkeer kan er iets eerder door de tunnel en dat is in 2020. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. En u kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit was het verkeer. Tot ziens!